Na een onrustige dinsdag en een spannende avond waarop railschoppers werden verwacht in het centrum van Schuinel, begon de dag vandaag in een onwennig decor. Veel winkels zijn nog met hout gebarricadeerd, alleen de bakker, groentewinkel en supermarkt zijn open. De verwachte grote groep railschoppers bleef achterwege. Alleen de vernielde deur bij de HEMA is een stille getuige van de onrustige dinsdagavond. Jan van Roesel heeft een tabakzaak in het centrum. Is hij bang geweest voor wat er komen zou? Ik ben totaal niet bang geweest. Ze waren hier in de straat verschillende winkels aan het dicht timmeren. Toen zei mijn dochter, die wel ontzettend bang was, van god pap, zou jij de winkel ook niet dicht gaan timmeren? Toen is zij daar zelfs naartoe gelopen en tegen die timmerlui van Arno Heijmans gezegd van willen jullie ook bij ons pap dicht gaan timmeren? Dus binnen no time was het ook geregeld. En dan heb je toch wel een beetje een veiliger gevoel. Er waren dinsdagavond zo'n 200 jongeren aanwezig om hun dorp te beschermen tegen railschoppers. Ja, ik ga niet oproepen om dat te doen, want ik denk niet dat dat verstandig is. Maar de politie is echt in hele grote getalen zijn die hier. En ook ergens achteraf staat die te wachten of er wel of niet iets gebeurt. Maar het is wel hartverwarmend en gewoon heel Schuinel toch wel bezorgd is om het centrum. Burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad keek vanmiddag samen met het city management naar de actuele situatie. Nou, ik ben hier gekomen om vooral te laten zien dat wij als gemeente gewoon ook meeleven met de ondernemers hier. En met de mensen die angstig zijn of denken van wat gaat er allemaal gebeuren? Wat kan er nog meer gebeuren? Dus dat is één, dat is een stukje meeleven. Tegelijkertijd ook echt wel in ogenschouw nemen hoe ziet het er nu uit? Hè? Want ik zie ook de beelden, ik krijg ook andere informatie. Maar dan is het goed om ook eens in live te zien hoe het eruit ziet. Hoe bedreigend waren de geruchten eigenlijk? Ik heb met meerdere ondernemers hier in de straat gesproken van ja jongens, wat moeten we doen? Het zijn maar geruchten, maar toen de paniek sloeg wel toe. Er werd wel vaker gezegd van maar stel voor dat het dadelijk wel echt is. Dus de ene naar de andere winkel werd hier in de straat dichtgetimmerd. Dus. Uiteindelijk niet zo bedreigend dat wij de noodverordening in werking hebben moeten laten treden. Maar we hadden hem wel klaar liggen en op aangeven van politie zou die ingezet kunnen worden. Er waren best veel mensen op de been. Maar dan laat ik het aan politie om de juiste inschatting te maken van wat moet wanneer gebeuren. De situatie van houten schotten voor de ramen zal nog wel een tijdje duren. Nee, dat is absoluut niet fraai. En ik hoop dat het heel snel weer helemaal het oude wordt. Maar dat zal natuurlijk nog even duren. Maar die planken, dat is natuurlijk ook niet echt om te zeggen van er wordt helemaal blij van. Nee. Ik weet het niet. Ik heb voor mezelf besloten van om hem gewoon dicht te houden tot de lockdown geldt. Want wij mogen toch niks verkopen. Ofwel verkopen, bestellen mag. We gaan het graag rondbrengen. Maar aan de winkel mogen we toch niet verkopen. Dus zolang laat ik het ook maar dicht. Ik hoop echt dat het snel weer het oude wordt. Maar het is eigenlijk te gek dat die ondernemers die het al zo moeilijk hebben en al zoveel tegenslagen hebben gehad, dat er dan echt van die meloten dit probeert nog meer schade proberen aan te richten. En ik heb niet het idee dat er echt mensen zijn die om die corona dat doen. Dat geloof ik toch helemaal. Dat zijn gewoon, naar mijn idee, redelijk hersenloze mensen die dan daar nog bovenop zoiets willen gaan doen. Ik weet dat wij er alles aan doen om het openbaar gebied zo veilig mogelijk te houden. Dat wij ook zorgen dat er politie is, dat er toezicht is. En wij zullen met elkaar proberen om gewoon die dagelijkse gang van zaken, ook in Schuinel, dat die doorgang kan vinden.